Yo mensen, leuk dat ik kijk naar een gloednieuwe video slash aflevering van de Road to First Place op Car Race Drift Racing. Zo ja, we gaan proberen het in deze aflevering eerst te worden. Dus training heb ik al geskipt, dus nu zitten we in kwalificatie. We gaan proberen een goede score hier neer te zetten. Ik rij nog altijd op dezelfde auto. Tot nu toe gaat alles goed. Dus het gaat allemaal heel goed. Ah, die laatste bocht mocht wel iets beter. Qua punten of zo. 98,30 is redelijk goed. We gaan nog eens. Ik ga nu ietsjes wijder in deze bocht dat ik meer snelheid heb. Deze was al redelijk beter, deze ronde. Ik zie dat mijn batterij plat is op mijn controller. Dat is een 100,14, dat is redelijk goed. We hebben nog een ronde. De laatste kwalificatieronde. Ik begon iets te vroeg in het begin. Op zich gaat het nog wel goed. Oh, deze was heel goed. 101 denk ik. Oh, 100,57. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Jammer, we zijn tweede geëindigd. Tegen die guy die eerst staat, hebben we al eens tegen geraced, denk ik. Ik kan het niet luid op zeggen hoe dat hem noemt. Dus ja, we gaan sowieso wel in de top 32 zitten. Voilà, we zitten in de top 32. Dus, en we hebben een rondje dat we alleen mogen doen. Onze extra byron, onze extra training. Dat is gewoon omdat er niet te veel mensen zitten. Net genoeg om de top 32 te gaan, maar net te weinig om tegen elkaar te gaan. Zo, we gaan nu. Ik zal even first person gaan voor jullie. Hebben jullie dat gevoel ook? Ik rijd dan niet mijn beste dan, maar ik rijd dan toch wel. Dan zien jullie dat ook, dan ervaren jullie dat ook. Ik doe gewoon nog altijd hetzelfde. Zoals jullie zien schakel ik iets veel anders in first person dan een andere camera. Dan in deze camera, omdat ik dan voor de zekerheid ben en dan wil ik het ook iets veiliger hebben. Dus voilà, we zitten in de top 16 en we moeten tegen Shasha 72. Dus gaan we direct door naar de baan en dan gaan we kijken of we een goede battle kunnen neerzetten. Voilà, we zitten op de baan. Hij heeft een Nissan Skyline R34. Het is op een PC-gamer ook nog eens, dus we proberen ons best te doen. Mijn tip is altijd, ik probeer zo goed mogelijk een leider ronde te hebben,
ongeveer hetzelfde als mijn kwalificatieronde. Dus zoals deze eigenlijk, deze was heel, heel goed zelfs. Ik weet wel dat die auto's niet zo heel veel grip hebben, dus of hij moet het veranderd hebben, dat dat wel zo is. Ik geef hem een klein beetje ruimte. Zodat als hij een fout maakt, dat ik nog kan sneller reageren. En ik denk dat hij één fout heeft gemaakt. Één grote fout. Ja, snap je. Zo willen we het zien. Zij had in het begin een kleine fout gemaakt. Eigenlijk in de... Niet in de eerste bocht, niet ook niet in het begin. Als je drift, maar in de tweede, zo de grote lange bocht. Daar had hij een clipping zone niet gepakt. En als hij die al wel had gepakt, dan had hem iets meer scoren en had hij misschien nog gewonnen. Maar... Dus we zijn in de top 8 en we moeten tegen Mr. Evil 777. Dus we gaan zien wat we kunnen doen. We gaan ons best doen. En we gaan kijken wat we van kunnen maken. Dus hij zit in een soort van een Russisch Lada-achtig iets. Ik weet niet hoe precies die auto's noemen. Dat is een, iemand die op PC speelt, dus ook een. Ik weet precies niet wat die auto's doen. Ik speel er niet zo heel veel mee. Ik ben me heel erg aan het concentreren. Was hè? Ik heb niet echt heel goed gezien wat hij allemaal aan het doen was achter mij. Want ik zie dat soms af en toe op de minimap. Dus we gaan zien wat we kunnen doen. Hè. Sowieso een derde blijven. Ik kan toch schakelen een vierde, want... Lasse, dit moeten we zien. Zo, ja, we zijn eindelijk eens uit de top 8. We gaan eindelijk eens door naar top 4. Dus voilà, we zitten in de top 4. Eindelijk zitten we in de top 4. En ik zal dus de grote map laten voorbij komen. Dus we moeten tegen Tsukuyomi. Dus ja, we gaan zien. Oké, hij heeft dus een S14. Nee. Jawel, nee, een S13. Hij heeft een S13 coupe. Dus, dan proberen we ons best te doen. Hij speelt ook op PC. Dus ik heb me een beetje geconcentreerd, want ja, ik wil proberen zo ver mogelijk te geraken, dus nog verder dan top 4. Ja, nu zien, ik weet wel dat die auto heel weinig grip heeft.
Hoe? Nee, dus. Hoezo is heeft hij gewonnen? Hij heeft uitge. Huh? Hij is uitgespind en tegen mij geknald en heeft nog gewonnen. Ja, dat snap ik niet. Maar nu gaan we. Nu ga ik gaan voor de derde plaats, dus. Hopelijk kunnen we dat wel winnen. Dus ja, we hebben tegen hem al eens geraced. Is mijn S13. Nu wel een hatch, dus. Nee, ik weet dat hij toen een beetje vals aan het spelen was, dat weet ik nog wel. Hij speelt nu met stuur. De vorige keer was hij nooit denk ik met stuur al spelen, ik weet het niet. Oef, ik heb al die clipping zo gemist. Ik denk dat we derde plaats hebben. Ja, we hebben derde plaats. Toch eindelijk een podium. Dus we hebben het podium gehaald. Niet echt de eerste plek dat ik wil halen, maar we zijn toch eens een keer op het podium geweest. Dus. Oef, eindelijk. Voilà, congratulations with your finish in the top. You're finished in top. In the. Ah, my Engels, hallo. Congratulations, you finished in the third place. Reward. 10. $10.000. Dus wij hebben eindelijk podium kunnen behalen, dus derde plaats. Dus dat is redelijk goed. Eindelijk zijn we zo ver kunnen komen. Dus hier heb ik het ook beëindigen. Dus mensen, hebben jullie genoten van deze video? Laat dan vast een like achter, abonneer op mijn kanaal en tot de volgende video waar we misschien wel de eerste plek kunnen halen.